Welkom in het ETZ. U bent door uw huisarts verwezen naar een orthopeed van het ETZ. Bij binnenkomst in het ziekenhuis scant u uw patiëntenpas bij de aanmeldcel. Voordat u naar de poli gaat, gaat u, als dat nog niet gebeurd is, eerst een röntgenfoto maken. Heeft u dit laten doen, dan zien we u graag op de polykliniek orthopedie. U mag plaatsnemen in de wachtkamer van de polyorthopedie. Neem gerust een kopje koffie of thee. U wordt opgehaald door de polymedewerkster en u mag plaatsnemen in de behandelkamer. De orthopedisch chirurg heeft een gesprek met de patiënt. Aan de hand van de röntgenfoto's is duidelijk te zien dat het kraakbeen gedeeltelijk of geheel is verdwenen. Dit geeft de pijnklachten. Vaak is er ook sprake van verminderde functie en is er een beperkte loopafstand. Het advies zal zijn dat het aangedane gewricht vervangen moet worden. Als u daarmee akkoord gaat, zal de orthopedische chirurg u verwijzen naar de polymedewerkster en naar de orthopedische verpleegkundige. Ook worden de mogelijke complicaties besproken. In deze animatie laten we u zien wat artrose is. Na het weghalen van de huid worden de spieren zichtbaar. Om het heupgewricht bevindt zich een sterk kapsel dat als een soort hoes het gewricht omsluit. De heup is een kogelgewricht en bestaat in hoofdzaak uit een kop en een kom. De kom bevindt zich in het bekken en is van binnen bekleed met wit elastisch kraakbeen. De heupkop bevindt zich op de dijbeenhals en is eveneens bekleed met kraakbeen. Hierdoor draait de kop zonder wrijving in de kom en kan door zijn vorm in alle richtingen bewegen. Als het kraakbeen in het gewricht beschadigd raakt en toenemend verdwijnt, spreken we van artrose. Dit leidt door slijtage en deformering van de heup tot stijfheid en pijn. Deze pijn wordt vaak gevoeld rondom de lies, de bil en het bovenbeen. Regelmatig is er zelfs sprake van uitstralende pijn naar de knie. U wordt nu op de wachtlijst geplaatst. Het planbureau van de operaties voor orthopedie neemt minimaal 6 weken voor de operatie contact met u op. Het is wenselijk dat u een telefoonnummer doorgeeft waarop u bereikbaar bent. De orthopedisch verpleegkundige neemt met u het anamnesegesprek af. Ook wordt de thuis- en woonsituatie bekeken om de revalidatie zo goed mogelijk voor te bereiden. Soms is het nodig dat de thuiszorg ingeschakeld wordt en indien van toepassing kan er een revalidatieplaats geregeld worden. Ook wordt u uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst waarbij er meerdere patiënten aanwezig zijn die allemaal een soortgelijke ingreep ondergaan. Wat doet u verder in uw dagelijks leven? Sport u? Fietst u? Doet u nog werk? De anesthesioloog regelt tijdens de ingreep de verdoving. Hij praat met u over uw lichamelijke conditie, aandoeningen, eventuele ziekte in de voorgeschiedenis,
uw medicijngebruik en geeft u uitleg over de verdoving die gebruikt gaat worden. Ik heb thuis ook een trap. Ja, en die loopt u op en af? Die loopt op en af. Zonder kortademigheid. Op de afdeling wordt u ontvangen door de verpleegkundige die voor u gaat zorgen die dag. Voor de operatie krijgt u via het planbureau te horen wanneer en op welke locatie u geopereerd wordt. De tijd van binnenkomst krijgt u de dag voor de operatie te horen. U hoort dan ook vanaf welk tijdstip u nuchter moet zijn. Laat sieraden en andere waardevolle spullen thuis. Gebruik geen make-up of nagellak. Als u ziek bent, koorts of wonden heeft, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Eventuele vragen kunnen nog beantwoord worden. De verpleegkundige geeft u uitleg over de gang van zaken op de afdeling. Ook neemt deze uw medisch dossier met u door en voert controles uit. U begint met het innemen van tabletten. Dit zijn pijnstillers. Als alles klaar is en de operatiekamer heeft gebeld, mag u het operatiehemd aandoen. De verpleegkundige brengt u met het bed naar de operatiekamer, waarna de operatie gaat beginnen. Neem eventueel muziek mee met een koptelefoon. Belangrijk is dat u probeert te ontspannen. Nadat een infuus aangebracht is, zet de anesthesioloog de ruggenprik. Daarna krijgt u een roesje, wat ervoor zorgt dat u gaat slapen. In sommige gevallen wordt er gekozen voor algehele anesthesie, ook wel narcose genoemd. Nou, rustig zitten. Komt de prik. Deze prik doet niet meer pijn dan een gewone injectie. De vloeistof verspreidt zich via de zenuwbanen van de rug naar het bekken en de benen. Eerst worden de benen warm en slap. Even later wordt het onderlichaam gevoelloos en kan de operatie zonder pijn plaatsvinden. Door het opzij houden van de spieren wordt het heupgewricht zichtbaar. Het gewrichtskapsel wordt losgemaakt en de versleten kop en heupkom komen in beeld. Met een speciale draaibeweging trekt de chirurg de kop uit de kom. De heupkop wordt op maat afgezaagd en verwijderd. De heupkom wordt eveneens op maat gefreesd. De kom wordt vervolgens gevuld met botcement. Dan wordt het kunststofcupje in het cement geperst. Overtollig cement wordt verwijderd en na ongeveer 10 minuten is het cement uitgehard. Nu wordt het been gedraaid en het dijbeen geopend. Met zogenoemde steelfrezen wordt de binnenkant van het dijbeen zo gefreesd dat hiermee de maat wordt bepaald voor de proefprothese. Nadat de proefsteel is verwijderd, wordt de dijbeenschacht schoongespoeld. Met een speciale spuit wordt het botcement in de dijbeenschacht geperst.
De prothesesteel wordt in de juiste positie geplaatst, waarna het cement uithardt. Het is duidelijk hoe de steel in het dijbeen is gefixeerd. Om de prothese compleet te maken, wordt er een passend kopje op de steel geplaatst. Hierna wordt de kop weer in de heupkom geplaatst. De wond wordt gehecht, waarna de operatie is voltooid. Afhalen, dan gaan we dadelijk naar de afdeling toe. Krijgt u lekker wat eten. De zuurstof blijft. Hallo, mevrouw Jong. Hoi. Alles goed gegaan? Mooi, fijn. Na een korte overdracht van de verkoeververpleegkundige brengt de orthopedieverpleegkundige u weer terug naar de afdeling. We laten u bijkomen van de ingreep en u kunt eventueel uw naaste bellen. De verpleegkundige voert regelmatig de controles bij u uit, waarbij ze vraagt hoe het met u gaat en ze kijkt naar de wond. Stel aan deze verpleegkundige gerust uw vragen. Na het krijgen van een ruggenprik mag u gelijk eten en drinken. Heeft u de algehele narcose gehad, dan zijn we iets terughoudender en kijken we wat er mogelijk is. De voedingsassistent zal vragen wat u te eten wil en de menukaart wordt met u doorgenomen. Dag mevrouw de Jong. En hoe is het? Geen pijn? De orthopedisch chirurg of de assistent komt na zijn operatieprogramma nog even bij u langs. Hij bespreekt de operatie met u en of er nog bijzonderheden zijn geweest. Na een paar uur, als u het gevoel in uw benen weer terug begint te krijgen, geeft de fysiotherapeut uitleg en start met oefeningen. U mag uw eigen kleding weer aandoen en wordt uit bed geholpen door de fysiotherapeut. U krijgt instructies om te gaan staan en te lopen met het looprekje. U mag plaatsnemen in een relaxstoel waarvan het voeteneinde omhoog kan. Als de operatie later op de dag plaatsvindt, neemt de verpleegkundige u uit bed zodra dit mogelijk is. Oefeningen die u zelf kunt doen, worden uitgelegd. En hoe is het? Je ziet er vrolijk uit vandaag. Niet veel pijn gehad. De orthopedisch chirurg, de assistent of de house officer komt langs en vraagt hoe het met u gaat. Dit kan een andere arts zijn dan degene die u geopereerd heeft. Deze arts kijkt de wond na op mogelijke lekkage. Na het ontbijt en de verzorging brengt de verpleegkundige u met de relaxstoel naar de huiskamer. Daar zijn meerdere patiënten aanwezig. De gastvrouw zorgt voor koffie en thee, maakt een praatje met u en u kunt hier de krant lezen. In de huiskamer krijgt u individueel instructies en oefeningen, toegespitst op uw situatie. Er is persoonlijk aandacht voor uw herstel. We'll be right back.
de derde dag gaat u oefenen met traplopen. Als alles naar wens verloopt, mag u de tweede dag na de ingreep weer naar huis. De arts bepaalt samen met de fysiotherapeut en de verpleegkundige of het verantwoord is om u naar huis te laten gaan. Het mobiliseren moet goed gaan, de pijn moet onder controle zijn en de wond mag niet nalekken. De verpleegkundige geeft u een mapje mee met ontslagpapieren, medicijnrecepten en de overdracht voor de fysiotherapeut. Het is fijn als er tijdens de uitleg een naaste aanwezig kan zijn. In de patiëntenfolder, die u digitaal kunt vinden, staan telefoonnummers die bij eventuele bijzonderheden gebeld kunnen worden. Dat uw verblijf naar wens is verlopen en dat u tevreden terugkijkt op uw verblijf in ons ziekenhuis. De eerste dag thuis is wennen, maar het zal iedere dag wat beter gaan. Bij het laatste controlebezoek bekijkt de orthopedisch chirurg samen met u de röntgenfoto's. Hopelijk heeft u geen klachten meer en kunt u weer geleidelijk gaan deelnemen aan uw dagelijkse activiteiten. De meeste patiënten lopen dan zonder hulpmiddel. Sommigen vinden het fijn om toch nog met een kruk te lopen.